Zo wat geweldig om hier te zijn in Bunschoten, Spakenburg. Wie komt hier allemaal vandaan? Uit dit mooie dorp. Wauw. Wie zit er op dit moment op het terrasje hieromheen? Zullen we even juichen voor de mensen op de terrassen? Yes.
En even kijken, waar zitten de mensen thuis? Kan iemand achter de camera me even vertellen waar de mensen thuis zitten? Want dan spreken we altijd even af. Ik kies die camera. Welkom ook thuis. En Bunschoten Spakenburg is een dorp van opwekking. Hier is al zo lang gebeden voor opwekking. Dat de glorie van God hier zou landen in deze plek. En ooit is het ook gebeurd. Het is vaker gebeurd in de huizen. Maar ooit is het gebeurd grootschalig. En daar zal ik straks iets over voorlezen vanuit dit boekje Uit de Oude Doos. En dat is een boekje over Bunschoten Spakenburg. Daar heb ik een heel mooi verhaal in gevonden. Dus normaal sta ik hier altijd met de Bijbel. Deze keer heb ik een mooi verhaal over opwekking. En misschien is dit wel een mooi moment thuis om gewoon ook vanuit uw eigen dorp of vanuit uw eigen stad gewoon te schrijven: ik verlang naar opwekking in. En dan noemt u even uw eigen stad of uw eigen dorp. Zodat ik eventjes hier doen, onze telefoons pakken en gewoon eventjes het... misschien gewoon maar eventjes naar iemand in uw groep of in uw kring of in uw kerk. Gewoon eventjes te appen. Zitten jullie ook in appgroepen toevallig? Van kringen? Of van groepen? Zullen we het gewoon eens even allemaal onze telefoons pakken? En dan naar die groep appen: ik verlang naar opwekking. Zullen we eens gek doen? Zullen we eens iets raars doen? Ik verlang naar opwekking. En dan stuur je op send. En dan kan je zeggen: daarom ben ik nu op het Spuiplein in Bunschoten Spakenburg. Kom er ook maar naartoe, zeg je dan. Ja. Ik ga het meteen voorlezen, want het is zo'n mooi verhaal. En het is ook een verhaal dat een paar minuten duurt. En het is als volgt. Het speelt in 1840. En ik lees het vanaf mijn telefoontje, omdat de letters een beetje klein zijn en mijn ogen wat achteruit gaan, want ik ben al 44. Evenwel. Ik zag er op 10 april en de volgende dagen in onze gemeenten treurig uit. Daarentegen begon echter een krachtige werking van de geest openbaar te worden in Bunschoten Spakenburg. Vooral onder de kinderen gebeurden wonderlijke dingen. Het scheen toen de groten op een verkeerde weg gingen, alsof de Heere zich lof bereidde uit de mond van de kinderen. Het was op een dinsdag dat de Heer op een buitengewone wijze zijn geest in de gemeente liet werken. En wat op een dinsdag gebeurde in 1940, kan vandaag op een donderdag in 2022 gebeuren. Zondag 9 februari daaropvolgende begon een geestelijke opwekking door te breken die zijn weerga in onze gemeente niet kende. De militaire wacht trad die zondag binnen in deze gemeente, want er zijn strenge orders vanuit de overheid. En al stond de Heer Jezus zelf voor de deur, dan nog zou ik hem niet binnenlaten. Weinig kon de soldaat vermoeden wat er op die zondag zou gebeuren. Want op deze dag zouden meerdere woningen vollopen. Er was zulke geestelijke opwekking dat de burgemeester geen bevel meer durfde geven om woningen te ontruimen. Ja, het is een bijzonder verhaal dat even te wachten waard is. En dat niet alleen op zondagmiddag, maar ook op zondagavond en heel de nacht, heel de week, de weken daarna zou het doorgaan. De jubel van de verlosten zou daveren door Spakenburg. En de maandag erop, toen de waterstand in de haven laag was, en ook 's avonds stroomden 2 woningen ruim vol. Om 3 uur in de nacht was alles in beweging. Uit tal van huizen klonk de uitroep: kom Heer Jezus, maak woning in ons hart. En de lof van de Heere weergalmde door het dorp. In de onderstaande brieven heb ik geschreven over wat er toen gebeurde, zegt dan een zekere dominee Beukers. En hij zegt dan: op deze bijzondere dag, donderdag 4 februari 1848, gebeurde het volgende. Het was de gedenkdag van de watervloed die 15 jaar geleden had plaatsgevonden. De militairen waren streng in hun optreden. Maar hoe aanbiddelijk kwam de Heere binnen in onze gemeente. Want de Heere kwam onder hetzelfde dak waar het lidmaat van de gemeente niet werd toegelaten. Zoiets was in die mate niet voorgekomen als de laatste jaren. Het was iets buitengewoons wat er gebeurde. Waarom dan ook het huis van die man vol mensen liep, om te horen de daden en de deugden van de Heere. De plaats van de godsdienstoefeningen, de kerken liep leeg en ook de militaire machten volgden de mensen naar de huizen, waar jonge kinderen uit de duisternis geroepen werden tot zijn wonderbaar licht. En dan zeggen de mensen: vrees niet voor de soldaten, vrees niet voor de overheid, maar volg de Heer Jezus na. En er heerste buitengewone belangstelling.
Vele vissers bleven thuis uit zee. Winkels en werkplaatsen stonden leeg of werden gesloten. Met één woord wat aanbrak was een jubelfeest. Nu riep de ene in Spakenburg, geef me Jezus of ik zal sterven. En de ander riep op straat, o Jezus, sla aan stukken mijn vlees, de grendels van mijn ziel. En dan hoorden wij weer op straat mensen hun zonde beleiden en zich beklagen dat zij zoveel jaren de wereld een Baal hadden gediend. Ginds waren gehele groepjes die als uitzinnig van blijdschap hand aan hand sprongen en huppelden. Sommigen met doeken en vlaggen zwaaiend boven hun hoofden. Het is niet te beschrijven wat er in Spakenburg plaatsvond, hoe het in die dagen toeging. Men kon het gejuich van de in God verblijden drie kwartier ver horen. De profetie van Joël kreeg in Spakenburg zijn vervulling. En dinsdag om 7:00 kwamen wij van Weduwe van de Geest, een van de grootste herbergen. En een ontelbare menigte was inmiddels op straat bijeen. Het scheen alsof het meer bedaard zou worden. Maar tegen de avond schoot de Heer een genadepijl in het hart van een jongen van 16 jaar. En die knaap vloog als een ter dood gewonde op en schreeuwde luidkeels, o God, dat u in mijn hart zou komen. Enigen zijn zeer zoet en zalig door de Heer geleid en weer anderen hadden geweldige strijd en worsteling. Velen werden zodanig van de duivel gekweld dat zij van helse benauwdheden de kleren van het lijf scheurden, de stenen uit de grond trapten en niets anders dan door 3 of 4 man te bedwingen waren. Maar de geest bleef aan het werk. En dan nog even tot slot, want er is zoveel uit voor te lezen, maar we gaan God aanbidden. Er staat hier op dezelfde avond omstreeks 10:00 begon de Heer krachtig met zijn geest te werken onder kinderen. Plotseling greep de Heer in, kind na kind deed op straat openbaar getuigenis van zijn geloof. Tegen 12:00 in de nacht waren tientallen kinderen van 6 tot 12 jaar uit de dood tot het leven geroepen. Over het algemeen hadden deze kinderen een veel kortere strijd dan de volwassenen. En meestal ging het zacht en zalig, gingen ze uit zichzelf over tot de Heer. Sommigen spraken van Christus borgtochtelijk lijden en dat hij in plaats van hen was gestorven. Ze deden dat natuurlijk op kinderlijke wijze, maar met zoveel waarheid, dat het mij wel niet mogelijk was u hiervan een beschrijving te geven. De kleine grepen mijn hand vast en begeerden dat ik met hen zou zingen. En zo zong ik met de lieve kinderen de gehele nacht buiten op de pleinen. En tegen 2:00 in de nacht ging ik met ruim 30 kinderen aan de hand op hun verzoek naar de ouders. De lucht weergalmde van het gejuich van de huppelende menigte. En tegen 8:00 ochtends kwam ik met de kinderschaar bij het huis van de burgemeester. En de kleinen werden opgewekt om de burgemeester te bezoeken. In een ogenblik was zijn hele huis vol. De kleinen begonnen te zingen, ik ben met rijkdom overladen. Wereldling, ik heb een schat in Jezus. En een van de kinderen, een meisje van 11 jaar, vermaande, bestrafte en waarschuwde de burgemeester met zoveel medelijden en zo getrouw en gewichtig dat alle omstanders met stomheid waren geslagen en zich verwonderden over de machtige daden van de Heere. Vele huisgezinnen werden in die dagen de Heere toegevoegd. En dat heeft geduurd, dag en nacht, tot weken daarna. Nu is het voor het tegenwoordige weer bedaard. Echter blijft de Heere voortgaan om zondaars tot bekering te roepen. Halleluja! Dat is een heel lang verhaal, maar... Eigenlijk is het nog 3 keer zo lang en ik twijfelde of ik het zou voorlezen. Maar stel dat dit gaat gebeuren vandaag hier. Stel dat dit gaat gebeuren in uw huizen. Thuis. We hebben net geschreven, ik verlang naar opwekking en u hebt uw plaats genoemd. En God heeft het gehoord. En hij kan vandaag doen wat er in 1840 gebeurde op deze plek. Hij kan vandaag doen wat in het begin van de 18e eeuw, in 17 zoveel, 49 geloof ik, gebeurde in de Nijkerkse beroeringen. Hij kan vandaag doen wat hij gisteren ook heeft gedaan. En Vader, we bidden opwekking uit over deze plaats. Heer, er is veel gezegd vanuit dit boekje. Er zou nog veel meer getuigd kunnen worden. Maar Vader, ik bid dat uw geest zal landen deze avond. In de machtige naam van Jezus. Zo laten we onze stemmen verheffen in de naam van Jezus. Terwijl we een medley gaan zingen. We zijn gekomen om u te aanbidden. Heer Jezus. Welkom thuis. Welkom hier op het plein. En laten we samen de naam van Jezus verheffen. Als u wil meezingen op dit plein, kunt u gaan naar www.presence.nl. Klikt u daar op het liederenblad. En thuis hebt u ondertiteling om mee te zingen. Aan de belofte.
gekomen om u te aanbidden, Jezus. De woorden van ons hart gaan uit naar u. We proclameren u als overwinnaar. En houden vast aan de belofte van uw woord. Alles wat daar. In de bergen.
onze handen opheffen en dit uitzingen. Halleluja. 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 Zing halleluja. 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 In de bergen, door de dalen, hoor ons nog niet overal. In de hemel en op aarde, als u alles wat adem heeft, alles wat adem heeft, juicht voor onze Heer. Elke hand zet zich uit naar de hemel tot u Heer. U hebt de hoogste plaats, want u hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot u. Alles in dit dorp zijn tot u. In dit dorp. Laat alles in dit dorp zijn tot u. En hier op straat. Laat alles hier op straat zijn tot u. En op dit plein. Laat alles op dit plein zijn tot u. In ons hele land.
geef mij zin. Ik leef alleen voor u, lijkt de weg die ik ga, het moment diep staan. Hier doe u weer in mij. Het gaat toch om u.
deze reden, zegt het woord van God in Efeziërs hoofdstuk 3. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht, naar wie elke generatie, elke familie in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u zal geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Ik wil vragen Clement om het evangelie te brengen. Aan het begin van deze avond. En Peter Duis, zou jij je willen komen om je verwachting uit te spreken. Voor wat God, voor het evangelie kan betekenen. Hier in Bunschoten-Spakenburg en in Nederland. Clement. Er is een bijzondere gast in ons midden. En die bijzondere gast heeft een naam. En zijn naam is Jezus. De gekruisigde Christus die al langer dan 2000 jaar gestorven is aan het kruis. En opgestaan is uit de dood, want hij leeft. Lieve mensen hier in Bunschoten. De Heer Jezus, hij houdt van jullie. Hij heeft ook een plan met jullie leven. Het maakt niet uit waar je wieg heeft gestaan. Of je nou uit een religieuze nestje bent gekomen. Het maakt niet uit. Kom zoals je bent. Maar je zal niet blijven zoals je bent. Want de Heer Jezus Christus, zijn Heilige Geest, is gekomen om ons te vormen naar zijn beeld. Naar zijn gelijkenis. Lieve mensen. Als jij hier bent. Of als jij kijkt via het scherm. En je kent de Heer Jezus nog niet, want hij is niet gekomen om een religie te starten. Maar hij is gekomen om een persoonlijke relatie te hebben. Lieve mensen. Lieve mensen. Buig je knieën voor hem. En hij staat niet met een zweep. Maar door zijn liefde. Hij roept jou. Hij klopt aan de deur van je hart. En als je hem aanroept. Die koning Jezus. Die zo liefdevol is. En je hart voor hem opent. En hem vraagt. Tot vergeving. Van de zonde. Dan zal je de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan zal hij je drastisch veranderen. Lieve mensen. Je hoeft maar één ding te doen. Kies voor Jezus. Kies voor hem. Als je voor hem kiest. Dan zal jouw leven vanaf dat moment totaal anders zijn, lieve mensen. Die Jezus, die kende ik ook niet. Diezelfde Jezus bracht geen water bij de wijn. Maar hij veranderde water in wijn. En zo veranderde hij mijn leven ook radicaal. En daarom wint ik geen doekjes om, lieve mensen. Hij heeft mij getrokken vanuit het rijk der duisternis. En hij heeft mij overgezet in het koninkrijk. In zijn koninkrijk. En heeft zij mij wapens toevertrouwd. Om de duivel geestelijke klappen te geven. En ook vandaag hier. In Bunschoten. Dat elke macht. Elke kracht zal wijken van deze plaats. Want Heer Jezus is koning. En hij is Heer. Ook over deze plaats. En in Bunschoten. Lieve mensen. Kies voor Jezus. Fantastisch. Wat kan ik daar nog aan toevoegen, mensen? Ik dacht eerst dat Klaas moest komen. Dus ik zit op de grond. Je overvalt me een beetje, maar ik vind het prachtig. Ik heb erover nagedacht, mensen. En Wim vroeg, wil je je verlangen uitspreken over Spakenburg? Wat wens jij? Oké, dichter bij de mond. Mensen, mijn verlangen voor Spakenburg is... Als eerste dat iedereen in dit dorp zijn knieën buigt voor Jezus. Dat is één.
Dat ieder huis de naam van Jezus hoog houdt. Dat ieder mens zijn knieën buigt. Daarna bid ik of verlang ik voor iedere gelovige om gevuld te worden met Gods geest. En dat er eenheid in de kerken is. Dat er vreugde op de pleinen is. En dat dit dorp, zoals het volk Israël uitgekozen werd om te stralen voor de hele wereld met de glorie van God. Zo bid ik dat wij zullen stralen met de liefde en volheid van Jezus. Er zoveel vreugde, zoveel liefde, zoveel volheid is. Dat die visboeren en die koekboeren op elke markt staan te zingen en te jubelen. Dat psalmen ons deel zijn in de nacht. Dat bij Klaas Hartog, dat wij geestvervulde koeken gaan bestellen. Dat de vissen lachend gegeten worden. Dank u, de Heer Jezus. U bent onze koning, u bent onze vader. U bent ons alles, Heer, de volheid. In het gezin, in de kerk. En meer wil ik er niet aan toevoegen, want u bent ons alles. Dat is mijn wens. Iedereen vol van Jezus. Halleluja. Amen. Oh, bidden. Oh, Vader, dank u wel, Heer. Heer, ik ben hier opgegroeid met de blauwe en de rode. En hard werken en koek en vis. Heer, en wij zijn dankbaar, Heer, dat onze ouders voor ons gebeden hebben. Heer, dat wij opa's en oma's hebben die uw naam vreesden. Heer, die op zondag ons meenamen naar de kerk waar ik als klein jochie las in Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden. Mij voeren uit der boze netten. En ik dacht, hè, Gods verborgen omgang vinden, wat mooi. En het vuur begon te groeien in mijn hart en ik las mijn Bijbel. Vader, en ik bid, Heer, dat uw naam zo verhoogd wordt in ons dorp, Heer. Heer, ik bid dat elke ketting gebroken wordt over ieder gezin, Heer. Heer, daar waar wij juichen op de mesmaat, bid ik, Heer, dat wij massaal u aanbidden op het stadion, in de stadion en in de huizen. Ik bid een volheid van uw Heilige Geest. Ik bid een uitstorting zoals op de dag van Pinksteren. En ik bid het woord, zij hielden niet op te leren Jezus Christus bij de huizen. En ze aten hun brood met eenvoud. Heer Jezus, strek uw hand uit, Heer, over ieder gebroken hart. Want u kwam om te genezen de gebrokenen van hart. Om heen te zenden in vrijheid die gebonden zijn. En om het aangename jaar des Heren te verkondigen. Volle zegen, volle rijkdom, volle bevrijding. Heer, maak onze getuigen. Heer, en dank u voor het kruis. Dank u voor uw opstanding. Dank u dat uw evangelie doorbreekt. Dank u dat de ketenen gebroken zijn. En ik bid eenheid en liefde en vergeving in families. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u doorbreekt. In de naam van de Heer Jezus Christus, Heer. Heer, uw volheid, uw liefde over dit dorp, Heer. Oh, dank u wel, Heer. Dank u wel. Amen. Amen. Dankjewel, Peter, Clement. Geweldig. Yes. Ik wil Toos vragen, of zou jij ook een gebed willen uitspreken? We hebben elkaar net hier even ontmoet. Zou jij een gebed willen bidden over jouw verlangen voor Nederland? Over Gods verlangen voor Nederland? Doen we gewoon vanaf. Ja, mag blijven zitten hoor. Gezellig toch? Lieve Vader in de hemel. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat we hier mogen zijn vanavond. Met broeders en zusters. En dat we mogen bidden voor Nederland. Heer, hier voor Bunschoten Spakenburg, maar ook voor heel Nederland. Heer, het is verlangen van mijn hart ook met velen. Velen van uw kinderen. Dat Nederland weer een christelijk land wordt. Dat Nederland u dient. U bent de hoogste koning. Heer, dank u wel dat u alles in uw hand houdt. En zo vragen we uw zegen over heel Nederland. Ieder dorpje, iedere stad, iedere straat. Dank u wel, Vader, dat u ons ziet. Dat, ja, dat al zijn we een klein landje. U kent ons en u houdt van ons. U houdt van een ieder. Van iedereen. Dank u wel, Vader, daarvoor. En we zien uit naar wat u gaat doen als u uw machtige hand uitstrekt over ons land. In Jezus' naam. Amen. Amen.
Kom aan, laten we een moment onze handen opheffen op dit plein. En dit uitzingen. Jezus, Jezus. Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam. Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam. Jezus, 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 Jezus. Zijn eigen zoon, en nu is alles klaar.
alles klaar wanneer jij komt. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Oh, de liefde die geen andere naam dan de naam.
Thank you.
Johannes 1 vers 9 zegt, als we onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Bunschoten Spakenburg, als je je zonden belijdt en met Jezus brengt, dan is God trouw en rechtvaardig. Dat betekent, hij is vaardig om recht te doen. Tegenover al het onrecht in de wereld heeft God de vaardigheid, de bijzondere vaardigheid om recht te doen en om ons de zonden te vergeven en jou te reinigen van alle ongerechtigheid. En er was ooit een man, Johannes de Doper, en die liep door het Bunschoten Spakenburg van die tijd. En die man deed iets wat vandaag velen tegen de schenen zou schoppen, tegen de borst zou stoten. Hij doopte namelijk. Die vreemde man die heette zelfs naar wat hij deed. Hij heette Johannes de Doper. En wat deed hij? Hij doopte. En wat deed hij nog meer? Hij kondigde de Heer Jezus aan. Nou, als je geloofde dat de Heer Jezus zou komen, dan moest je ook de andere kant van zijn boodschap wel geloven. Dat de doop iets goeds was. En die Johannes, die zichzelf ook, die de doper werd genoemd, en die daardoor het Bunschoten Spakenburg van die tijd liep, die zei, toen hij Jezus aan zag komen, zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En later zegt een andere schrijver in de schrijver van de Hebreeënbrief, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Als het gaat om de waarheden van de Bijbel die leven brengen, de duivel die probeert vaak de beste en de mooiste waarheden het eerste te laten sneuvelen. Hij wil niet dat wij geloven dat God de schepper is. En dus laat hij het geloof in God als schepper sneuvelen in de kerk. Hij wil niet dat wij geloven dat er een bruidegom is die wacht op de bruid. Dat er een bruidegom is die wacht op de gemeente, de bruid. En daarom probeert hij het beeld van de bruidegom en de bruid stuk te maken. Hij wil niet dat wij geloven dat er verlossing is door het bloed van Jezus. En daarom probeert hij het bloed uit de Bijbel weg te halen. Dat er een bloedeloos evangelie is. Hij wil niet dat wij overgaan van de duisternis in het licht en daarom probeert hij het beeld van de doop probeert hij te vernietigen en te vervangen door allerlei andere beelden die op zichzelf ontroerend en mooi zijn, maar die niet het Bijbelse beeld zijn zoals Johannes de Doper dat leerde. En dan staat er, het bloed van Jezus in Hebreeën spreekt van betere dingen. Mooie tekst, Hebreeën 12 vers 24. Het bloed spreekt van betere dingen. Kunnen we zeggen, betere dingen.
bloed spreekt van betere dingen. En daarom is het bloed van Jezus is een rode lijn die vanaf de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde door de hele Bijbel heen loopt. En het bloed, daarin is het leven. En in het bloed van Jezus is leven voor ons allemaal. De wereld heeft een bloedtransfusie nodig van het bloed van Jezus. En zullen we eens gewoon eens opnoemen met elkaar? Ik zeg het voor, u kunt het nazeggen. Het staat allemaal in de Bijbel, u kunt het allemaal nazoeken. En we zeggen het in de ik-vorm. Wanneer dit voor jou geldt, mag je het nazeggen wat het bloed van Jezus voor je doet. Het eerste dat er in de Bijbel staat, niet het eerste dat er in de Bijbel staat, maar het eerste dat ik heb opgeschreven. Door zijn bloed ben ik gerechtvaardigd. Door zijn bloed ben ik gerechtvaardigd. Door zijn bloed ben ik verlost. Door zijn bloed heb ik vrede ontvangen. Door zijn bloed ben ik Gods eigendom. Halleluja. Door zijn bloed heb ik eeuwige redding ontvangen. Eeuwig, dat betekent, het is ooit, je bent ooit geplant in de eeuwigheid. Wat eeuwig is, kan niet meer geroofd worden. Eeuwige redding betekent eens en voor altijd gered. Ik leerde van mijn eigen vader, die zei dan tegen mij van Wim, je bent geboren en ik ben je vader. En of jij nou je verkeerd gedraagt of niet, je bent en blijft mijn kind. Maar soms kan het wel zo zijn dat je wegloopt van mij, dat ik je hand niet vast kan houden. En dan is eigenlijk de relatie die wij hebben, die is verstoord, maar het neemt niet weg dat je mijn kind bent. En zo is het ook bij de eeuwige redding door het bloed van Christus. Wanneer we de Heer Jezus kennen, zijn we zijn kind. Het kan soms zijn dat door onze zonde die we soms doen, dat de relatie verstoord wordt. Maar we kunnen niet in één keer meer kind af zijn. We zijn een kind van God of we zijn geen kind van God. Maar wanneer we de Heer Jezus kennen als het kind van God, hebben we eeuwige redding ontvangen. En dan het volgende. Door zijn bloed ben ik gereinigd. Door zijn bloed. Door zijn bloed ben ik schoongewassen. Door zijn bloed ben ik meer dan overwinnaar. En dan 1 Korinthe 6 vers 20. Door zijn bloed ben ik gekocht en betaald. En daarom staat in 1 Korinthe 15 vers 55. Dood, waar is je prikkel? Graf, waar is je overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. De kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. En dit is waarom wij cameramannen hebben die geloven wat we hier zeggen. Omdat ze dan achter de camera staan en zeggen yes en amen. Het is zo. Dennis, zou jij willen bidden voor Bunschoten Spakenburg dat velen hier de komende tijd de Heer Jezus mogen leren kennen? Ja, dat wil ik zeggen. Yes, dank u Vader voor ja, deze mooie avond hier. Dank u wel, Heer, dat we hier op dit spuitplein bij elkaar mogen komen, Heer. Om uw grote naam te loven en te prijzen, Heer. Heer, wat is het een rijke genade dat u vanavond uitstort, Heer, op dit plein. Heer, in onze harten. Heer, en ik bid ook, Heer, rust en vrede uit, Heer, over dit dorp. Heer, en ik bid ook uit, Heer, over dit dorp, dat huwelijken hersteld zullen worden, Heer. Heer, u bent de God van herstel, Heer. Heer, en ik weet één ding zeker, Heer. Heer, dat als er één is die herstel kan brengen, Heer, dat u dat bent, Heer. Heer, en ik bid op dit moment ook uit, Heer, herstel, Heer, in families, Heer. Heer, waar er ruzie is, Heer, waar er onvergevensgezindheid is, Heer. Heer, bid ik, Heer, dat mensen op hun knieën gaan, Heer. Heer, en soms is het zo moeilijk, Heer, om toe te geven, Heer, dat je fout zit, Heer. Heer, maar laten we ruidelijk toegeven, Heer, dat alles, Heer, onder het bloed van u kan komen en dat het daar goed is, Heer. Dat u herstel bent. Heer, en ik geloof ook, Heer, dat er op dit moment hier ook mensen zijn, Heer, die smachten naar dat herstel, Heer. Heer, die smachten, Heer, naar ja, verzoening. Heer, en ik bid uit, Heer, over Bunschoten Spakenburg, Heer. Dat harde harten zullen verzachten. Heer, en dat u dat hart, Heer, zal leiden, Heer. Heer, en dat mensen zullen zeggen van, joh, ja, ik ben fout geweest. Ik wil weer in relatie komen, Heer. Heer, ik dank u daarvoor, Heer, dat het niet uit onze kracht is, Heer.
Heer, want het is, als het aan ons zou liggen, Heer, dan maken we er misschien een soortje van, Heer. Heer, maar we weten zeker, Heer, dat uw kracht, Heer, zo fantastisch is. Uw genade zo fantastisch is, Heer. Dat u die familiebanden gaat herstellen, Heer. Heer, laat een van ons, Heer, die nu op dit plein staan, de eerste zijn die zegt van, sorry. Heer, laat ik degene zijn die zegt, sorry. Heer, dank u wel, Heer. Want u bent goed, Heer. U bent genadig. In de machtige naam van Jezus. Amen. Dankjewel, Dennis. Geweldig. Jessica, je had een net onder het eten. We hebben hier gegeten trouwens bij 033, Grand Café 033. We hadden het ook aan de overkant kunnen doen bij Chic. Ook een geweldige tent. Ook een christen die daar eigenaar van is. Maar we zaten bij Grand Café 033. En dat zijn mensen die in de toekomst gaan zij de Heer Jezus leren kennen. En het was geweldig om daar te zijn. En dat werd ons aangeboden door de Lighthouse, een kerk hier in Bunschoten Spakenburg. Het is voor ons altijd best wel bijzonder om iets te ontvangen van een kerk en dan zo samen, toch? Was heerlijk, toch? Of niet? Ja. En Jessica, toen gaf jij door een soort verlangen dat je op je hart had. Je vertelde over iets en dat raakte me. Over jongeren en over... Ja. Ja, ik werd heel erg bepaald bij het gebed. Voordat we net starten werd ik heel erg bepaald bij jongeren die hier zijn. En ik had zo'n verlangen. En ik had zo'n verlangen dat tienerharten ook geopend zullen worden. Ook voor hetgene wat God wil uitstorten. Ook voor vandaag. En ja, ik ben zelf ook nog een soort van tiener. En ik heb God op een hele jonge leeftijd mogen leren kennen. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ik weet ook wat het is om strijd te hebben als je jong bent. Want daar waar je jong bent en je verlangen hebt, dan is er ook veel weerstand. Maar ik heb zo'n verlangen dat... Ja, er zijn hier ook heel veel tieners. Ik zie veel tieners. Maar ja, misschien heb je nog nooit de keuze voor God gemaakt. Maar het maakt niet uit hoe oud je bent. God ziet je hart. Je hoeft hem alleen maar open te doen. En daar begint je leven met Jezus. En het zal niet altijd makkelijk zijn. Maar je hebt wel iemand waar je op terug kunt vallen. En ik moet dan heel erg denken aan... Volgens mij is het Johannes waarin ook staat... dat Johannes aan de borst van Jezus lag. En dat gun ik jullie ook. Weet je, in deze periode en in deze generatie... waarin alles aan je trekt. En waarin alles perfect moet zijn. Ik wil jullie uitnodigen en uitdagen, lieve tieners. Ga toch aan het hart van Jezus liggen. Zet hem toch prioriteit boven je Instagram. Zet hem prioriteit boven je TikTok. Zet hem prioriteit voor je vrienden. Ga lekker aan zijn hart liggen. Daar wanneer er getrokken wordt aan je, laat jij los. Laat maar gewoon gaan. Het hoeft niet. Het enige wat jullie moeten doen, tieners, is rusten aan het vaderhart. Open je hart vandaag en maak die keuze vandaag. Je bent niet te jong om voor Jezus te kiezen. Ik was 9 jaar. Dus ook voor jou vandaag, maak die keuze. Want je hele leven gaat op de kop. Op een positieve manier. Tot in de eeuwigheid bij Jezus. Rusten aan het vaderhart. Lieve tieners, Gods ogen zijn op jullie gericht. Vandaag, vanavond wil Hij heel dicht bij jullie komen. Dus kom zoals je bent. Hij houdt van jou. Rijn, uw liefde was.
Hoog verheven hier,
We zingen met alleen de stemmen, waardig is het lam. Waardig is het lam, zittend op de troon, zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon. Van u vanuit deze plek. Heer, we bedekken deze plaats onder uw dierbaar bloed. Heer, als ons gezang zo de hemel vult. Heer, daar wordt mijn hart helemaal blij van. Heer, en ik kan me voorstellen dat het uw hart nog veel blijer van is. Heer, we geven alle glorie en eer aan u. Waardig is het lam, zittend op de troon, zegenvierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon.
Laten we gewoon even een moment van stilte nemen, dat we in stilte tot God kunnen naderen. Zingen over het kostbare bloed van de Heer Jezus. Een lied dat net in het Nederlands is vertaald. Het is een lied over wat Jezus heeft gedaan voor ons. Het lijkt me zo mooi om hier, terwijl we hier op dit plein zijn, het is droog inmiddels. De hele avond is het droog, prijs de Heer, maar de grond is ook droog. En dat we gewoon knielen in Bunschoten Spakenburg gewoon voor de naam van Jezus. Terwijl we dit lied horen zingen en ons buigen voor God. Wanneer de kerk buigt, zal de wereld zich buigen voor Jezus. Dus laten we als een daad van aanbidding naar God doen, maar ook van liefde voor Jezus, ons neerbuigen voor Hem, in Jezus' naam. Ik liep vast, oh ik weet nog wie ik was. Ik was blind en verdwaald, door mijn zonden ingehaald. En ik kon niet terug, want de kloof was veel te wijd. Maar aan de overkant stond u, en uw oog was steeds op mij. U werd de brug die de diepte overspant. U verliet uw vaderstroom om te heersen in mijn hart. Daar aan het kruis droeg u mijn verdiende loon. Kocht mijn ziel vrij van schuld. Voor het eerst had ik weer hoop. Dank u, Jezus, voor uw kostbaar bloed. Dank u, Jezus, ik ben schoon voor goed. Dank u, Jezus, want u redde mij. Bracht mij uit het donker naar uw Heer. Nam mijn plaats, werd begraven in mijn graf. Daar lag u 3 dagen lang, maar sinds u naar buiten kwam, heeft het leven geen eind en de dood heeft afgedaan. Mijn leven is vernieuwd door het bloed van. Donker naar uw heer.
Dank u, Jezus, dat u ons schoon was, Heer, van elke zonde. Dank u, Jezus, voor uw kostbare bloed, uw dierbare bloed voor ons. Heer, wij mogen ons zoon en dochters noemen van de Allerhoogste. Heer, en ik kwam uit het graf, Heer. En vanaf dat moment was de dood niet meer het einde, maar u geeft eeuwig leven, dat is eeuwig leven. Heer, een nieuw leven. Dank u, Jezus. Jesus, over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus, and I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Jesus from the mountains,
Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, find Jesus in the stream, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Kracht in de naam van Jezus. Kracht in de naam van Jezus.
Lieve Klaas van Twillert, ik wil jou vragen. Jij hebt hier in de omgeving, heb jij allerlei dingen gedaan die je vandaag niet meer zou doen. Maar bij jou zijn de banden gebroken. En ik wil je vragen om dat uit te bidden over Bunschoten Spakenburg. En vanaf deze plek ook over Nederland. Dus of er even hier een camera hier kan komen, zodat jij hier over de menigte heen kan spreken. Halleluja. There is power in the name of Jesus. Geloven jullie dat? To break every chain. Elke ketting Bunschoten Spakenburg. Elke ketting Nederland wordt gebroken door de zalving van de Heilige Geest. Door de naam van Jezus Christus. 18 jaar geleden liep ik hier over dit dorp, over dit plein. Met mijn neus vol cocaïne. Met mijn zakken vol met alcohol. Met wiet, met drugs. Voortdurend op zoek naar een nieuwe kick. Ach, was ik onrustig in mijn leven. Ik had geen rust in mijn leven. Ik zocht het in drugs. Ik zocht het in drank. In wiet. In pornografie. En uiteindelijk in hoererij. En ik heb het niet kunnen vinden. Mijn hele leven ging kapot. Bunschoten Spakenburg. Als je op zoek bent naar vrede in je hart. Zoek het dan niet in de wereld. Je gaat het niet vinden. Je gaat het niet vinden in de wereld. De wereld heeft je niks te bieden. Alleen mijn onrust. En uiteindelijk belandde ik in een diepe depressie. 17 jaar geleden, in 2005. En wilde ik een eind aan mijn leven maken. In één weekend was ik alles kwijt. Mijn ex maakte het uit. Mijn ouders zeiden, Klaas, als je zo wil leven, dan bekijk je het maar. Mijn vrienden van die tijd bleken toch niet zulke hele diepe vrienden te zijn als dat ik dacht. 40.000 euro schuld. Mijn baan kwijt en ik moest mijn huis verkopen. Geen hoop meer. Een klein dorp. Ik dacht dat ik iemand was. Maar ik was niks. En op één weekend was ik een junk die alles kwijt was. Alles verloren. 2 weken lang diepe depressie. 2 weken lang elke avond zelfmoordgedachten. 2 weken lang. Tot zaterdagavond. 16 april 2005. Kreeg ik een besef in mijn huis. Jongen, wat heb je een zootje gemaakt van je leven. En ik was met geloof opgevoed. Maar ik deed er niks mee, want ik had een dubbel leven. Maar ik wist wel dat er een God was. En ik ging naar mijn slaapkamer. En ik ging op mijn knieën. Huilend. Als een klein kind, huilend. Ik was zo trots vroeger, zo trots. En ik dacht dat ik het altijd zelf wel op kon lossen. Maar die trots werd gebroken door die grote God. En ik heb gehuild als een klein kind. En ik heb dit gezegd. Vader, ik heb echt spijt van alles wat ik gedaan heb. Wilt u mij helpen en wilt u mij vergeven? Ik kan er niet vanaf komen. Ik kom er niet uit. In Jezus' naam. En ik stond op. En ik was een rugzak kwijt. 300 kilo. Aan leugens, diefstal, geweld, angsten. Al die dingen die me gebonden hielden. En die was weg. En ik was blij van binnen en gelukkig. En op die avond, zaterdagavond 16 april, ontmoette ik Jezus in mijn slaapkamer. Halleluja. En Hij heeft me vrijgemaakt. Zodat ik hier kan staan en kan dansen en juichen voor de Heer. Halleluja. Dus er is kracht in de naam van Jezus. En ik wil zeggen tegen elke moeder en vader in Bunschoten Spakenburg. Jullie gebeden worden verhoord. Jullie gebeden liggen in de hemel. En ik bid vanavond dat die schaal met gebeden omgetipt wordt over Bunschoten Spakenburg. Zodat mensen bevrijd worden van de banden van de dood. Zodat mensen bevrijd worden van de Satan. Want ze zijn gebonden door de vijand. En Vader, in de naam van Jezus verklaren wij over dit dorp vrijheid! Vrijheid in Jezus' naam! Elke gebondene, wees vrij! Wees vrij in de naam van Jezus! Er is redding in zijn naam! Er is leven in zijn naam! Jezus leeft en hij regeert! En als je het niet meer ziet zitten, roep de naam van Jezus aan en word gered! Halleluja! Bunschoten Spakenburg, word gered door de naam van Jezus! En laten we alles met z'n met elkaar zingen als gereddenen. No longer slave! We zijn niet langer slaaf! Whoa. 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 Whoa.
surround me with the song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone and I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has gone.
Wat een geweldige boodschap om te mogen brengen dat er vrijheid is in de naam van Jezus. En zie, wij zijn hier nu één avond, maar de mensen die hier ook zijn, die zijn ook in kerken. Overal in Bunschoten, Spakenburg. En wanneer je geraakt bent, wil ik je aanmoedigen om een gemeente te bezoeken waar de naam van Jezus wordt verhoogd. Waar het woord van God centraal staat en wordt geloofd van kaf tot kaf, zonder daar iets uit weg te laten. Het is niet van kaf tot kaf, maar het is van kaf tot kaf. En waar je de naam van Jezus mag belijden. En waar ook zielen worden gewonnen voor Jezus. Dus zoek een gemeente op. En geloof in het bevrijdende evangelie van Jezus. Nou, het was hier zo gaaf dat ik helemaal vergeten ben u thuis de gelegenheid te geven om te zaaien in wat hier gebeurt. Dat is goed om te doen. Het is goed om te doen omdat je daarmee het werk van de Heer Jezus zegent. Het is goed om te doen omdat het mooi is om het zaad vrucht te zien dragen. En daarom geef ik zelf ook graag en moedig ik ook graag anderen aan om te zaaien in het werk van de Heer. En ik wil ook zeggen, het is ook gewoon echt nodig. Wat wij hebben gemerkt is dat wanneer we zijn in gebieden waarvan mensen zeggen, ja, daar zijn zo weinig christenen, dan wordt daar gegeven voor plekken zoals Veenendaal en Katwijk. En dat is een zegen voor degenen die dat doen. Paulus zei tegen de Filippenzen, jullie wonen in Macedonië, het is een arm gebied, zegt hij in 1 Korinthe, 2 Korinthe hoofdstuk 9. Maar jullie hebben gegeven en gedaan en in rekening van uitgaven en ontvangst gestaan van mij. En daardoor hebben jullie gedaan wat op andere plekken niet gebeurde. En dat vind ik bijzonder. Dat is zo'n plaats als Deurne in Brabant. Dat daar gegeven werd, zodat wij in de Bijbelbelt op straat konden staan en onze rekeningen daar konden betalen. En ik zeg het heel vrijmoedig tegen u. Er is zoveel schoonheid in geven, zoveel kracht in geven. En op dit moment staat die code staat al hier rechts op uw scherm in beeld. En u kunt ermee zaaien in het werk dat hier gebeurt. En ik wil ook gewoon even hier op het plein, in het Liederenblad kunt u dat ook doen. Er is een grote groene knop. Het is allemaal heel makkelijk gemaakt om het te doen. Maar ik vind het ook mooi als er na de hand gewoon een aantal ondernemers hier naartoe kunnen komen. Om te zaaien in het werk dat hier gebeurt. Dat maakt het wat makkelijker. Dat maakt het wat met grotere stappen. En het zorgt er ook voor dat we niet hoeven te stoppen, maar door kunnen gaan. Dat is geweldig voor kracht in geven. Het bijzondere was in één van die gemeenten die ik net noemde waar we waren. Daar was Sijbrand Koeske. Ja, kom even naar voren, samen met Joke. En jullie vertelden daar iets. En toen zei je op een gegeven moment, de Heer Jezus, die is voor je zonde gestorven. Hij wil je bevrijding geven. En toen zei je van, hij wil ook voorzien, zodat je gewoon kunt shoppen. Bijzonder was dat we daar meer kritiek op kregen dan dat de mensen waren die gaven. Ja, ik zeg het gewoon omdat ik het ook gewoon voor het lichaam van Christus zo erg vind. Ja, want dan denk ik van, we zijn hier met 1500 mensen die meekijken en misschien wel 1500 mensen hier op het plein. En als dat hier al gebeurt, hoe moet het zijn in de kerken van Nederland? Ja, ik ben opgevoed en mijn ouders waren evangelist. En alles wat ik aan had, was ontvangen door gebed. Wij leefden van zakken. Tegenwoordig is dat hip. Vroeger was dat niet hip. En ik werd veel uitgelachen. Maar het feit dat ik niet honger leed. Dat wij geen honger leden. Kwam door de voorziening van Jezus. En ik vind het zo erg wanneer Yahweh Jireh, God de voorziener. Wanneer er wordt gezegd. Jezus is niet gestorven voor onze voorziening. Hij is niet gestorven voor wat hij wil geven. Hij is alleen maar gestorven voor dat of alleen maar voor dat. De duivel is gekomen om te stelen, te vernietigen en te doden. En alles wat leven is, alles wat zorg is, alles wat voorziening is, alles wat goed is, komt nooit door een andere bron dan door Jezus. En ik zou aan de mensen thuis willen vragen, laten we gewoon geen kritiek meer geven op een God die voorziet. Maar laten we hem eren en aanbidden. Maar daar ga je niet over vertellen. Je gaat kort iets over iets anders vertellen. En dan gaan we daarna eindigen met een geweldig lied. Halleluja. Vanavond waren we hier bezig. Ik had een paar vrienden meegenomen. En er waren nog andere mensen bezig waar ik overigens geen resultaten van heb gehad. Maar, dus het is meer. Maar ik kan u melden vanavond, terwijl jullie zo prachtig aan het zingen waren. En de heerlijkheid van de hemel op deze aarde bracht. Halleluja. Was er zoveel kracht van God. Meer dan 25 mensen hebben een keuze voor Jezus gemaakt vanavond. Hier op het plein. Maar het bijzonderste verhaal wat ik graag delen wil. Aan het begin van de avond, ik ging daar ergens staan. En toen kwam er een stel uit een van de restaurantjes lopen. Die wonen pas 2,5 jaar in Bunschoten, Spakenburg. En die zeggen, sinds wij in Bunschoten wonen, merken we missen wat. We hebben een verlangen ontstaat in ons hart.
En vanavond werden ze geraakt door jullie prachtige gezang. De heerlijkheid van de hemel kwam in hun leven. Halleluja. En toen ze mij tegenkwamen, gaf ze zomaar een hart aan Jezus. Halleluja. Maar de vis zo in de boot sprongen. Glorie van God. Halleluja. Geweldig goed nieuws. En ze gingen, ja, we gaan naar een kerk toe hier in Spakenburg. Let op, halleluja. God is goed. En hij houdt zo ontzettend veel van mensen. En ik heb ontdekt, weet je wel, we kunnen God nooit blijer maken dan wanneer je bezig bent met het verlorene te redden. Want dan lijk je op Jezus. En dit is vanavond de kerk die lijkt op Jezus eigenlijk. Want we zijn er nu op uitgegaan. He came to seek and save the lost. Wij zijn vaak gewend om thuis te blijven zitten, om te wachten tot zij komen. Maar vanavond zijn we erop uitgegaan. Amen. Hey, vinden jullie het goed als Joke voor ons bidt? Halleluja. Ik wil eigenlijk met jullie bidden. Er is al veel gebeden, maar ik zou heel graag willen dat iedereen die dat durft en vrijmoedig is, zijn hand legt op de troon van God. Halleluja. Dan gaan we nogmaals bidden voor dit dorp en voor heel ons land. Want ik geloof God heeft zijn oog op Nederland. Zijn hand rust op dit dorp. En als er iemand is die opwekking wil in dit land, dan is het de Vader zelf. Halleluja. Daarom leggen we vrijmoedig onze hand op de troon van God. En ieder gebed wat opgestegen is, of het nou in je binnenkamer is, of hier waar iedereen het hoort, de Vader heeft het gehoord. En de Vader hoort niet alleen, hij verhoort. En zoals Klaas ook bad, hij neemt onze gebeden. En dat reukwerk dat opgestegen is vanavond, hij gooit niet, maar zijn kracht komt op deze aarde. Zijn kracht komt in dit dorp. Heer, en ik bid dat iedere persoon die hier staat, Heer, vol geloof naar huis gaat. Geloof dat er iets vanavond veranderd is. Geloof dat er in dit dorp opwekking komt. Geloof dat er in Nederland opwekking komt. Want nogmaals, de ogen van de Vader zijn op ons land. Nog nooit heeft dit land een landelijke opwekking meegemaakt. Maar het gaat gebeuren in de naam van Jezus. In de naam van Jezus zet ik het vrij over dit land. En ik dank u, Vader, met heel mijn hart voor alles wat u doet de laatste tijd. Voor de bedieningen die elkaar aan het eren zijn. Voor de rivieren die aan het stromen zijn. Voor de mensen die de laatste tijd gewonnen worden. Gewoon op straat of gewoon in de normale contacten. Er is zoveel. Open je ogen, kerk. Er gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel meer. En ik dank u ervoor, Heer. Ik dank u met heel mijn hart. En ik bid om vermenigvuldiging. En ik bid dat iedere persoon die hier staat zijn mond gaat open doen en zelf het evangelie gaat vertellen. Het is niet moeilijk. Het is niet moeilijk. De kerk wordt wakker in de naam van Jezus. In deze plaats, in heel Nederland, de kerk is aan het wakker worden. En ik roep de kerk ook om wakker te worden. In de naam van Jezus. We leven in een geweldige tijd, mensen. Woe! Dankjewel, Joke en Sijbrand. Evangelisten hier uit Bunschoten Spakenburg. En ook ouders van weer allemaal evangelisten. Dat is mooi, als je uit de voorzienende God leeft, dan kan je het ook weer doorgeven aan je gezin. We gaan zingen, O Heer mijn God. Hoe groot zijt gij? Mijn ziel tot u, o Heer mijn God.
Jezus zonder klagen, tot in de dood gegaan is als een lam. Sta ik verbaasd dat hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zit mijn ziel. Mijn ziel tot u, al hier mijn God. Hoe groot zijt gij, hoe groot zijt gij. Dank jullie wel, Bunschoten Spakenburg. De ondernemers die weet ik straks van harte welkom. En we gaan hier nog heerlijk. Alle microfoons van de zangers die gaan op dit moment uit. Voordat we ze neerleggen. En alles gaat hieruit. Maar we gaan thuis, of hier op het plein bedoel ik, nog heerlijk even door. De livestream blijft nog aanstaan. En we gaan hier gewoon lekker akoestisch nog even Waymaker zingen. En dat doen we samen met Ellen. Ik ontmoette Ellen in Brussel op het plein. En ik bad op het plein, Heere God. Zou u in Brussel mannen en vrouwen willen brengen die net als Jona naar een stad worden toegestuurd om een stad op zijn kop te zetten? En ik ontmoette daar Ellen, die straight van Brazilië naar Brussel was toegekomen om daar de Heer te prijzen. Dus we gaan er even lekker Waymaker zingen met elkaar.